Hallo dames en heren, tof dat jullie kijken naar een goed nieuwe Minecraft Survival aflevering. Vandaag ga ik weer even iets anders doen, want vandaag gaan we leren hoe we een huis gaan bouwen. Oftewel, het wordt in verschillende delen gemaakt, omdat mijn camera niet heel erg lang kan opnemen. Nou, eigenlijk het eerste, maak een vloer, want dan heb je gelijk... Weet je gelijk hoe groot en hoe lang en zo je huis je wil hebben. Dat gaan we dus nu even doen. Dat was dus de eerste stap. Ik maak even een klein huisje. Een mooi winterhuisje. Zo. Nou, zo groot is, zeg maar, wil ik mijn huisje hebben. Stap 2. Maak wat fun erin. Dus dit. Dat bepaalt hoe hoog je huis wil hebben. En ja, wat is het eigenlijk zo'n beetje. Dus, ik doe het eventjes allemaal met hout. Maar je kunt natuurlijk altijd zelf kiezen welke blok je ervoor wil gebruiken. Dat hebben we nodig, sowieso. De stone hebben we even niet nodig. Waar staat die ook alweer? Ja, oké, goed. Oh ja, dat moest ik nog hebben. Ik was het even vergeten, kijkers, wat ik moest hebben. Nou, je mag er kiezen uit deze deuren. Dit is eigenlijk een iron. Die beschermt je testen, maar dit is echt meer sier, zeg maar. Nou, ik kies voor de peertje door. Dat vind ik wel goed bij de winter passen, want die is ook een beetje wit. En eigenlijk als je dat hebt gemaakt, moet je gewoon een beetje, ja, dan begint het echt te bouwen. Maar je moet natuurlijk wel zorgen dat je altijd in je huis kunt springen. Dus we maken hem sowieso altijd 5 lagen hoog. Anders is het niet zo handig. En ja, kijk hoeveel lagen ik nu heb. 1, 2, 3, 4. 4 lagen. Oké, nog één laag. En ja, dan is het nu dan eigenlijk een dak. En ik vind het eigenlijk altijd leuk als je dat glas hebt gepakt, dat je dat dan altijd een beetje als raam gebruikt. Dat is altijd leuk. Want wat is nou een huis zonder raam? Zoals dit. Hier maak ik dat dan. Zo. Mooi toch? En ten tweede, het allerbelangrijkste, is natuurlijk een bed. Als je dat niet plaatst, dan ben je echt een volwaardig noob in Minecraft. Bed, je moet een crafting table hebben, een kist, zo, natuurlijk heel veel kisten. Wat heb je nog meer nodig? Een oven. Want als je een rauw vlees hebt gevonden door varkentjes te doden en zo. Dan krijg je natuurlijk rauw vlees. Behalve als je het doodt met lava. Nou, dan zijn we nu eigenlijk aangekomen op het dak. Dit is eigenlijk het belangrijkste wat je moet hebben. En natuurlijk fakkels, anders kunnen er monsters spawnen in je huis. En als laatste eigenlijk het dak. Dat maak ik maar eventjes heel simpel. Je kunt het ook allemaal van traptreden gaan maken. Maar dat lijkt me, dat duurt even te lang. Dus kan de camera zo meteen niet meer aan. Dus ik maak gewoon even een simpel dak. En dan is het eigenlijk klaar. Dan heb je een mooi huis. Het enige wat je dan nog moet doen is een... waar staan die ook alweer? Traptredens. Zo.
vind dat wel mooi. Ik vind dat wel mooi bij al dat wit. En dan heb je je huis klaar. En dit is eigenlijk een beetje basishuis. Dus ja, dit is eigenlijk wel mooi. Dan maak ik hier nog even wat. Maak weer een mooi dakje. En dan heb je je huis eigenlijk klaar. Maar kijk eens hoe mooi het is geworden. Je komt binnen. Tadadada. Mooi toch? Dat was het dan weer voor vandaag. Je hebt nu geleerd hoe je een huis moet bouwen. Succes verder met dit huis. Je hebt je de stappen gevolgd. Dan moet je dit kunnen. Doei!